Tony. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Eerder werd de slag van Hamraul al-Assad besproken. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu heeft verschillende geschiedenisboeken geciteerd met betrekking tot de gebeurtenissen tijdens de slag van Uhud, de terugkeer naar Medina en ook de slag van Hamraul al-Assad. Ik zal presenteren wat hij heeft genoemd. Hij schrijft, deze nacht, dat wil zeggen de nacht na de terugkeer uit Medina, was een nacht van grote angst in Medina. Want hoewel het leger van de Quraysh blijkbaar naar Mekka was getrokken, werd er aangenomen dat deze stap een complot zou kunnen zijn om de moslims te overrompelen en om plotseling terug te keren om Medina aan te vallen. Daarom werd er deze nacht een regeling getroffen voor de veiligheid in Medina. En vooral de metgezellen hielden de hele nacht de wacht in het verblijf van de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam. De volgende ochtend werd het ontdekt dat deze vrees niet louter speculatie was, omdat voorafgaand aan het Fajr-gebed de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, nieuws ontving dat het leger van de Quraysh op een paar kilometer van Medina tot stilstand was gekomen. En er vond een verhit debat plaats tussen de leiders van Mekka dat door gebruik te maken van deze overwinning ze Medina zouden moeten aanvallen. Sommigen van de Quraysh bespotten elkaar en zeiden, je hebt Mohammed sallallahu alaihi wasallam niet vermoord. Nog heb je de moslimvrouwen als slaven genomen. Nog heb je hun rijkdom en bezittingen in beslag genomen. Liever, toen je de dominantie over hen verwierf en de kans kreeg om ze volledig te vernietigen, verliet je ze gewoon en keerde terug, zodat ze weer kracht kunnen verzamelen. Er is nog tijd. Laten we terugkeren en Medina aanvallen en de moslims voor eens en voor altijd uitroeien. In tegenstelling hiermee betoogden de anderen, je hebt de overwinning behaald. Beschouw dit als geluk genoeg en keer terug naar Mekka. Opdat wij deze reputatie niet ook verliezen en deze overwinning in een nederlaag verandert. Als je nu terugkeert en Medina aanvalt, zullen de moslims inderdaad met al hun kracht vechten. En degenen die niet deelnamen aan Uhud, zullen ook op het slagveld komen. Uiteindelijk kreeg echter de mening van de gepassioneerden de overhand en de Quraysh bereidden zich voor om terug te keren naar Medina. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op de hoogte werd gesteld van deze gebeurtenissen, kondigde hij onmiddellijk aan dat de moslims zich moesten voorbereiden. Maar daarnaast beval hij ook, ik heb dit historische verslag al eerder genoemd, aangezien er echter aanvullende details zijn, noem ik dit nog een keer. Daarnaast beval hij ook dat behalve de mensen die aan Uhud hadden deelgenomen, niemand anders met hen op pad mag gaan. Als zodanig hebben de krijgers van Uhud, van wie de meesten gewond waren, hun wonden verbonden en zij begaven zich naar het gezelschap van hun meester. Er staat geschreven dat bij deze gelegenheid de moslims met zoveel vreugde en ijver vertrokken, alsof ze een triomfantelijk leger zijn dat de vijand achtervolgt. Na een afstand van 8 mijl te hebben afgelegd,
bereikte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hamraw al-Asad, waar de dode lichamen van twee moslims op de vlakte werden gevonden. Bij nader onderzoek bleek dat dit de twee spionnen waren die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gestuurd in de voetsporen van de Quraysh. Toen de Quraysh een kans vonden, hadden ze hen geëxecuteerd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opdracht om één enkel graf te graven en ze werden allebei samen begraven. Nu dat het avond was, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht om op deze locatie het kamp op te zetten. Hij gaf verdere instructies dat er op verschillende plaatsen in de vlakte vuren worden aangestoken. Zo werden er in een mum van tijd 500 vuren aangestoken in de vlakte van Hamraw al-Asad, die van verre ontzag in het hart van elke toeschouwer troffen. Hoogstwaarschijnlijk presenteerde bij deze gelegenheid een afgodische leider van de Khuza-stam, genaamd Mabud, zichzelf voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en betuigde zijn condolences voor degenen die bij Uhud waren gevallen, waarna hij zijn reis voortzette. De volgende dag, toen hij Rohab bereikte, vond hij het leger van de Quraysh daar gelegerd en zag dat er voorbereidingen gaande waren om naar Medina terug te keren. Mabud ging onmiddellijk naar Abu Sufyan en zei: wat ga je doen? Bij God, ik heb zojuist het leger van Mohammed sallallahu alaihi wasallam bij Hamraw al-Asad achtergelaten en nog nooit heb ik zo'n ontzagwekkend leger gezien. Ze zijn zo gepassioneerd vanwege hun spijt over de nederlaag bij Uhud, dat ze je bij zicht in de as zullen leggen. Abu Sufyan en zijn volgelingen waren zo onder de indruk van deze opmerkingen van Mabud dat ze het idee om naar Medina terug te keren lieten varen en haasten zich onmiddellijk naar Mekka. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nieuws ontving dat het leger van de Quraysh op deze manier was gevlucht, dankte hij God en zei: dit is het ontzag voor God die hij in de harten van de ongelovigen heeft gestoken. Zoals eerder vermeld, heb ik dit in een eerdere preek uitvoerig vermeld. Dit was een samenvatting. Hierna bleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nog 2 of 3 dagen in Hamraw al-Asad. En na een afwezigheid van 5 dagen keerde hij terug naar Medina. En na een afwezigheid van 5 dagen keerde hij terug naar Medina. In deze campagne werden 2 krijgers uit de Quraysh, van wie er 1 een verrader was en de ander een spion, gevangen genomen door de moslims. Aangezien hun straf de dood was, volgens de oorlogswetten, werden ze geëxecuteerd op bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Van onder hen was er een bekende dichter van Mekka, genaamd Abu Uzza, die door de moslims gevangen werd genomen in de slag bij Badr. Bij die gelegenheid liet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem vrij zonder losgeld, op zijn verzoek naar vergeving. En hij beloofde dat hij nooit meer naar voren zou komen om tegen de moslims te vechten. Hij heeft echter de moslims verraden en nam opnieuw deel aan de oorlog tegen de moslims. Bovendien deed hij niet alleen zelf mee, maar met zijn provocerende coupletten zette hij ook anderen op. Vandaar, sinds het verraad van zo iemand ernstig schadelijk had kunnen blijken te zijn voor de moslims, toen hij nu voor de 2e keer door de moslims gevangen werd genomen, beval de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij ter dood zou worden gebracht. Abu Uzza probeerde zich opnieuw een weg naar de vrijheid te praten, met mondelinge verontschuldigingen. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weigerde en zei: een gelovige kan niet 2 maal in dezelfde val trappen. De 2e gevangene was Muawiyah bin Mughira. Deze persoon behoorde tot de familieleden van Hazrat Osman bin Affan radiallahu anhu, maar was een fervent vijand van de islam. Na de slag van Uhud bleef hij in het geheim rond de omgeving van Medina cirkelen. Maar de metgezellen zagen hem.
Zij arresteerden hem en presenteerden hem voor de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Osman bemiddelde namens hem. En de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, liet hem vrij op voorwaarde dat hij binnen 3 dagen zou vertrekken. Anders zou hij worden geëxecuteerd volgens de straf die aan spionnen werd uitgedeeld. Eerst kreeg hij, dat wil zeggen, Muawiya een waarschuwing om binnen 3 dagen te vertrekken. Anders, omdat hij werd aangehouden op beschuldiging van spionage, zou hij worden geëxecuteerd. Als hij wegging, zou het prima zijn, anders niet. Muawiya beloofde dat hij binnen 3 dagen zou vertrekken, maar toen deze termijn was verstreken en hij nog steeds in het geheim rond Medina bleek te cirkelen, net als voorheen, werd hij geëxecuteerd. De geschiedenis heeft zijn motief niet vastgelegd, maar als iemand in het geheim in de buurt van Medina blijft en dan daar te blijven tot voorbij de gestelde termijn, ondanks de waarschuwing, toont aan dat hij gevaarlijke bedoelingen koesterde. Het is zeer waarschijnlijk dat door geagiteerd en geïrriteerd te zijn door de veilige terugkeer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit het veld van Uhud, hij naar Medina kwam met een slecht motief tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en van plan was een geheime aanval uit te voeren met de hulp van een samenzwering uitgebroed door de Joden of afgodendienaars van Medina. Niettemin schonk God de Verhevene zijn bescherming en zijn plan kon niet slagen. Er zijn langdurige debatten geweest over de uitkomst van de slag van Uhud. Sommige historici interpreteren Uhud als een nederlaag voor de moslims, terwijl sommigen over het algemeen aarzelen om het een overwinning te noemen en ergens daartussenin een oordeel uitspreken. Dan zijn er mensen die het als een verlies beschouwen, dat later een algemene overwinning werd. Het feit is dat, als we het analyseren in het licht van de toen heersende gebruiken en regels van oorlogsvoering, dan kan het geen nederlaag voor de moslims genoemd worden. Want wat was de aard van het verlies voor de moslims en de overwinning voor de ongelovigen? De moslims bevonden zich nog steeds op het slagveld toen Abu Sufyan met zijn leger terugkeerde naar Mekka en holle leuzen uitriep. Hij bracht ook de valse slogan naar voren dat deze dag is wraak voor de dag van Badr. Dit was echter een loze claim. Hoe wreekte dit tenslotte wat er in Badr was gebeurd? Bij Badr zagen de ongelovigen slachtoffers zich uitstrekkend van hun infanterie tot hun meest vooraanstaande leiders, terwijl 70 van hun strijders gevangen werden genomen. Bij Badr verwierven de moslims veel oorlogsspuit. In Badr bleven de moslims, die de duidelijke overwinnaars waren, in overeenstemming met de Arabische gewoonte, 3 dagen op het slagveld, terwijl het Mekkaanse leger vluchtte. Maar op de dag van Uhud behaalden de ongelovigen niet eens 1 van deze overwinningen. Hoe kan dit dan gerechtigheid voor Badr worden genoemd? Het is dus duidelijk dat de moslims bij Uhud zeker geen nederlaag leden. Terwijl de moslims in de eerste helft van de strijd een overwinning zagen, leden ze ook een groot verlies aan mensenlevens in de tweede helft van de strijd. Maar uiteindelijk hielden de moslims stand en bleven op het slagveld. En de krachtige, verborgen hand van God weerhield de Mekkanen ervan een regelrechte overwinning te behalen. Ondanks een tijdelijke overwinning waren zij niet in staat de moslims nog meer schade toe te brengen. Volgens de oorlogsprincipes van die tijd verlieten ze het slagveld omdat ze er niet in waren geslaagd hun doel te bereiken. En als we dit koppelen aan het feit dat de moslims de volgende dag naar Hamraul Asad vertrokken, manifesteert de slag om Uhud zich duidelijk als een duidelijke overwinning voor de moslims. En zelfs de tijdelijke tegenslag bij Uhud bleek vol wijsheid te zijn voor de moslims en een nuttige les voor alle tijden. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib zegt: wat de permanente resultaten betreft, heeft de slag van Uhud geen speciale betekenis in vergelijking met de slag van Badr. Tijdelijk heeft deze strijd echter in bepaalde opzichten schade toegebracht aan de moslims. Ten eerste werden 70 mannen gemarteld in deze oorlog, van wie sommigen tot de meest prominente metgezellen behoorden. En het aantal gewonden was ook erg groot. Ten tweede, de Joden en hypocrieten van Medina, die enigszins onder de indruk waren geraakt als gevolg van de slag van Badr, werden nu relatief brutaal. In feite, Abdullah bin Ubay en zijn aanhangers hebben bij deze gelegenheid openlijk spot en hoon geuit.
Ten derde werden de Quraysh van Mekka zeer stoutmoedig en in hun hart begonnen ze aan te nemen dat ze niet alleen wraak hadden gezocht op Badr, maar zelfs in de toekomst, elke keer dat ze een troepenmacht konden verzamelen en een aanval konden uitvoeren, ze de moslims gemakkelijk zouden kunnen onderwerpen. Ten vierde, de stammen van Arabië in het algemeen begonnen met meer moed het hoofd op te heffen. Ondanks deze verliezen is het een duidelijk feit dat de overwinning in de slag van Uhud de schade niet kon compenseren die de Quraysh had opgelopen als gevolg van de slag bij Badr. In de slag bij Badr waren al die leiders van Mekka die in werkelijkheid de geest waren van het nationale leven van de Quraysh vernietigd. Bovendien, zoals de Heilige Koran stelt, werd dit volk ontworteld in de ware zin van het woord. Bovendien gebeurde dit allemaal door toedoen van zo'n volk, wie in termen van schijnbare middelen volkomen onbeduidend was in vergelijking met hen. In tegenstelling hiermee leden de moslims ongetwijfeld op het gebied van Uhud, maar dit verlies was absoluut immaterieel en tijdelijk in vergelijking met het verlies dat de Quraysh in Badr leden. De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, die het centrale punt was van de islamitische samenleving en het feitelijke doelwit was van de vijandige plannen van de Quraysh, leefde door de genade van God. Bovendien waren alle prominente metgezellen, behalve één of twee, allemaal veilig. Dan, deze nederlaag van de moslims was door een strijd met een leger dat vele malen groter was dan het hunne in aantal en veel sterker was in termen van oorlogsuitrusting. Dus in vergelijking met de prachtige triomf bij Badr was de nederlaag van Uhud voor de moslims een onbeduidende zaak. En in één opzicht bleek zelfs dit verlies gunstig te zijn voor de moslims. Want het werd hun duidelijk op klaarlichte dag dat het betreden van een pad in tegenstelling met de wil en leiding van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, nooit welvarend en nuttig zou kunnen zijn. De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, stelde voor om in Medina te blijven en ter ondersteuning hiervan vertelde hij zelfs een droom van hem. Maar ze stonden erop om te gaan vechten. De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, plaatste hen op een bergpas en gaf ze zeer nadrukkelijk instructies onder geen enkele omstandigheid hun positie te verlaten, maar bij de gedachte aan het verzamelen van buit verlieten ze hun posities en daalden af, hoewel deze praktische fout slechts werd gepleegd door een kleine groep mensen. Maar aangezien de menselijke samenleving alle mensen met elkaar verbindt in de vorm van één enkele keten, leed daarom iedereen als resultaat van deze tekortkoming. Net als er enig voordeel uit zou zijn voortgekomen, zouden allen er in gelijke mate in hebben gedeeld. Dit is een principekwestie. Soms kunnen de zwakheden van enkelingen schade toebrengen aan de gemeenschap als geheel. Op dezelfde manier kan een goede daad nuttig zijn voor de hele gemeenschap. We zien nu dat veel mensen zich uitspreken ten gunste van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. Het is niet zo dat 100% van Ahmadis de hoogste status hebben. Echter, vanwege enkelen die een positieve invloed hebben, vinden de mensen de rest ook goed. Dus als de nederlaag van Uhud in één opzicht een oorzaak was van lijden, diende het ook in een ander opzicht als een nuttige les voor de moslims. Bovendien, ondanks dat ze deze verwonding moesten dragen, bleven de moslims zich haasten naar hun eindbestemming, in de gelijkenis van een grote overstroming die een barrière raakt en dan met nog grotere snelheid in de tegenovergestelde richting terugkaatst. Hazrat Khalifatul Masih de Vierde rahmatullah heeft de incidenten die volgden na de slag om Uhud beoordeeld in één van zijn toespraken. De verschillende punten die hij hieruit afleidde zijn als volgt. Nummer 1. Om elk gevoel van verlies onder de moslims volledig te elimineren, was er geen betere maatregel te nemen dan door ze onmiddellijk naar een ander slagveld te brengen. Nummer 2. Door geen toestemming te geven aan sterke jongeren en nieuwe soldaten om zich bij hen aan te sluiten, heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nadrukkelijk aangetoond dat hij niet afhankelijk was van wereldse middelen. Hij was eerder waar in zijn bewering en overtuiging dat hij zijn enige vertrouwen op zijn Heer stelde. En dat waarlijk hij alleen alle macht over hun overwinning bezat. Nummer 3. Door dit besluit stelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen gerust en troostte hen, die in de eerdere strijd hun standvastigheid hadden verloren. En hij toonde zijn vertrouwen in hen om te suggereren dat ze zich niet de rug toekeerden en van het slagveld vluchten.
Zij waren hiertoe eerder gedwongen vanwege de erbarmelijke omstandigheden. In de geschiedenis van veldslagen in de wereld zou er geen enkel voorbeeld als zodanig bestaan waar de generaal van het leger zoveel vertrouwen in zijn leger toonde, ondanks het feit dat hetzelfde leger slechts een paar uur daarvoor van het slagveld was gevlucht en hem helemaal alleen had achtergelaten, met uitzondering van een paar toegewijde metgezellen. Nummer 4. Het vertrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn soldaten was 100% accuraat en het was niet alleen een hartstochtelijke beslissing. En dit werd bewezen door het feit dat zonder enige uitzondering elk van de soldaten die deelnamen aan de slag om Uhud zich aansloot bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op deze expeditie met grote vastberadenheid en passie. Onder hen bevonden zich degenen die niet eens meer konden lopen. Geen enkele van hen wendde zich af, zeggend dat deze expeditie verwant was aan een zelfmoordmissie. Nog uiten zij enige vorm van kritiek en beweerden dat het onverstandig zou zijn om zich opnieuw in de handen van een sterke en meedogenloze vijand te werpen, in een toestand dat ze nauwelijks de eerdere strijd hadden overleefd. De beslissing, genomen door Mohammed, de uitverkorene sallallahu alaihi wasallam, op de tweede dag van Uhud om de vijand te achtervolgen, is een grote gunst voor zijn metgezellen. Het is iets dat geen enkele generaal voor zijn leger heeft gedaan, waardoor hun gewonden in een oogwenk genezen waren. Zegen, O Allah, Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, en zijn nageslacht, en schenk hen voorspoed en veiligheid. U bent inderdaad de prijzenswaardige en glorieuze. Nummer 5. De gebeurtenissen die daarna plaatsvonden laten zien dat de maatregelen genomen door de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, niet alleen indicatief waren voor zijn persoonlijke en morele status, maar het was ook vanuit militair oogpunt zeer succesvol. En de vijand werd ervan weerhouden een aanval uit te voeren die nog heviger zou zijn. In plaats daarvan keerde de vijand terug zonder ook maar een gril van overwinning en werd in plaats daarvan ernstig verslagen, terugkeren zonder verdere schade. Het was door zijn wijsheid en planning dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam talloze prachtige voordelen heeft verkregen. Hij schrijft: als we kijken naar alle veldslagen die door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn uitgevochten, wordt er een verbazingwekkend licht geworpen op zijn uitstekende en ongenevenaarde capaciteiten als generaal in oorlog die in hem vervolmaakt waren. Maar de eerste en laatste indruk van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is niet dat hij een oorlogsexpert was, maar dat hij een morele en spirituele leider was die de vlag van de hoogste moraal droeg. Dit is erg belangrijk. Nadat hij de vlag van uitstekende moraal heeft gehezen en deze vervolgens steeds hoger heeft gehezen, raakte hij verwikkeld in zo'n grootse en niet aflatende inspanning, die in tijden van vrede precies hetzelfde bleef, net als in tijden van oorlog. Hij beschermde deze vlag dag en nacht. De vijand zou er voortdurend in slagen grote pijnlijke fysieke schade aan te richten aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen. Hij liet echter nooit toe dat dit ook maar de geringste smet zou veroorzaken op zijn vlag van moraal. En hij liet niet toe dat er ook maar iets van schade werd toegebracht. Ondanks alles toonde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam altijd de hoogste standaard van moraal. Ook toen was deze vlag met grote grandeur in zijn bezit en was vergezeld met hemelse wonderen. Toen het ernstig gewonde lichaam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hulpeloos op de rotsachtige vlakten van Uhud viel, zelfs toen bleef deze vlag in zijn handen gehezen met een buitengewoon gevoel van onafhankelijkheid, terwijl de metgezellen van alle kanten werden neergehaald. Dus de moraal van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de jihad van de moraal van die metgezellen die bij hem waren tijdens de slag van Uhud werd gelijktijdig met grote kracht en sterkte voortgezet. De grote overwinnaar Mohammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam behaalde een schitterende overwinning in elke morele strijd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft zulke rampzalige aardbevingen veilig doorstaan die de kracht hebben om zelfs de sterkste morele fundamenten af te brokkelen. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu zegt: na een schijnbare overwinning in de slag bij Uhud was er een aspect van een nederlaag, maar in werkelijkheid was deze strijd een prachtig teken voor de waarheidsgetrouwheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In deze strijd, volgens de profetie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, wonnen in eerste instantie de moslims.
Vervolgens, in overeenstemming met de profetie van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, werd zijn oom gedood in de strijd. Dan, volgens de profetie van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, werd de vaandeldrager van de ongelovigen aan het begin van de strijd gedood. Vervolgens, in overeenstemming met de profetie van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, raakte de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, zelf gewond en veel metgezellen werden gemarteld. Bovendien kregen de moslims een kans om zo'n geloof en oprechtheid te tonen, zoals nergens anders in de geschiedenis te vinden is. Terwijl hij vermeldde dat de slag van Uhud een beslissende overwinning was en hoe na deze strijd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn onderwijs en opleidingswerk opnieuw voortzette, zegt Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu. Veel moslims werden gemarteld en gewond tijdens deze strijd. De slag van Uhud kan echter nog steeds niet als een nederlaag worden beschouwd. Dit was eerder een grote overwinning, zo geweldig dat moslims het zich zouden herinneren tot de dag des oordeels en de herinnering eraan zou hun geloof vergroten. Bij terugkeer naar Medina zette de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn echte missie van morele training, opvoeding en het teweegbrengen van een transformatie voort. Toch kon hij zijn taak niet met gemak uitvoeren. Na de slag bij Uhud werden de Joden meer aangemoedigd dan voorheen en zelfs de hypocrieten begonnen hun hoofd op te heffen, denkend dat het binnen de macht van de mens lag om de islam uit te roeien. Zo begonnen de Joden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schade toe te brengen. Ze schreven vulgaire poëzie over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn familie. Eens moest de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een Joods fort bezoeken om een zaak op te lossen. En de Joden smeden plannen om een groot rotsblok op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te laten vallen, waar hij zou zitten, in een poging hem te vermoorden. Niettemin heeft Allah de Almachtige de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van tevoren geïnformeerd en hij vertrok daar zonder een woord te zeggen. Naderhand gaven de Joden hun fout toe. Hiermee zijn de gebeurtenissen afgesloten die onmiddellijk na de slag van Uhud plaatsvonden en de verslagen met betrekking tot de expeditie van Hamra al-Asad. Ik heb voortdurend de aandacht getrokken naar gebeden voor de situatie in de wereld, de toestand van de moslims en met betrekking tot Palestina. Hoewel het uit verschillende bronnen lijkt dat er voor een korte tijd een staakt het vuren kan komen, geven de heersende omstandigheden echter aan dat zelfs als dit gebeurt, zal er geen einde komen aan het onrecht tegen de Palestijnen. Daarom is er een grote behoefte aan gebeden. Mogen Allah de Almachtige de Palestijnen in staat stellen zich tot hem te wenden. In ieder geval hebben de huidige omstandigheden ook de middelen tot stand gebracht om de trots van arrogante mensen te vernietigen. Het lijkt erop dat Allah de Almachtige het proces heeft begonnen om een einde te maken aan hun trots. Maar wanneer dit proces precies voltooid zal zijn, weet alleen Allah het beste. Hoe dan ook, hun trots is aan het breken. En stemmen die zich daartegen verzetten, worden van binnenuit opgewekt. Er vinden bijvoorbeeld protesten plaats in de VS. Hoewel ze met kracht proberen deze protesten te stoppen, en zelfs als ze ze tijdelijk kunnen tegenhouden, zullen ze opnieuw beginnen. Mogen Allah de Almachtige de grootmachten van de wereld begrip geven, zodat zij rechtvaardig kunnen handelen. Ze hebben bepaalde normen voor zichzelf, maar andere normen voor anderen. Dit zal uiteindelijk de reden worden voor de ineenstorting van de VN. Het tweede gebedsverzoek is voor mijzelf. Ik had al een tijdje een probleem met mijn hartklep. De artsen hebben voorgesteld een procedure uit te voeren, maar ik bleef het uitstellen. Maar nu zeiden de artsen dat het in een stadium was waar het niet verstandig is om nog langer te wachten. Daarom werd er de afgelopen dagen een procedure uitgevoerd om de klep te vervangen. Alhamdulillah, de procedure was succesvol. Op advies van artsen kon ik een paar dagen niet naar de moskee komen. Zoals ik al zei, bij de gratie van Allah de Almachtige hebben de artsen medisch gezien gezegd dat de procedure succesvol is geweest. Bid dat hoeveel leven Allah de Almachtige mij ook schenkt, het één is die actief is.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر